Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Ik heb een paar dagen niet gevlogd. Want we hadden het echt zo druk met de verhuizing. Het is de laatste verhuisdag. Want morgen moeten we de sleutels inleveren van het oude appartement. Dus onze hele woonkamer zit nu vol met spullen. We lopen een beetje achter op schema. Deze week komen ze pas laminaat leggen voor boven. We krijgen boven en op zolder ook, krijgen we dus laminaat en dat komt pas deze week. Dus al onze spullen liggen hier nu letterlijk, want we kunnen niks boven zetten. Want ja, ze komen het morgen al leggen, zonde. Dit is onze woonkamer, zeg maar. Helemaal vol met spullen. En we lopen ook een beetje achter met de werkzaamheden bij de badkamer en het toilet. Die zijn allebei nog niet helemaal af. En ik vind eigenlijk de badkamer het belangrijkste, want ik wil gewoon kunnen douchen. En dat kunnen we op dit moment nog niet. Maar ik hoop dat het morgen even wordt geregeld ook. Dat het allemaal kan. Want het is eigenlijk toch wel het belangrijkste. En als je gewoon lekker kan douchen. Kijk, keuken staat er. En daar ben ik heel blij mee. Al onze spullen staan er. Ben ik ook heel erg blij mee. En eigenlijk moeten we boven nu gewoon heel snel afwerken. Zodat wij gewoon lekker in onze slaapkamer kunnen slapen. En we kunnen douchen. Dat is een beetje de bedoeling deze week. Dat we het allemaal even heel snel gaan afronden. Voor nu dacht ik, ja kijk, mijn keuken staat daar. En ik wil daar wel gebruik van gaan maken. Vanaf morgen natuurlijk. Dus ik ga even al mijn keukenspullen met jullie uitpakken. Wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb allemaal heel leuke spullen gekocht. En die wil ik met jullie unboxen. De bedoeling van vandaag is dat ik alle spullen even uit ga pakken voor de keuken. Alles een beetje ga schoonmaken. De hele keuken. Ik heb de keuken al een beetje schoongemaakt. Maar dat ga ik nog een keer doen. En dan stop ik alle bestek en servies en pan en alles erin. Maar eerst even met jullie inbox. Het leek me wel even leuk om te doen. Ik ga eerst even dit drinken, want ik heb echt zoveel dorst. We hebben de hele dag door hebben hier eigenlijk gewerkt. En Nessie is nu even met pauze. Hij is even naar een comedyclub. En ik heb even een rondje gereden om even tot rust te komen. Ik heb een koffietje gehaald, een cola. Ik heb me even een beetje gefatsoeneerd, want ik loop er echt al weken bij als een fucking zwerver. En ik had er echt even geen zin meer in. Dus ik dacht, nee, eventjes een beetje make-up op. Even mijn haar even gedaan. En ik ga weer even een video opnemen. Dus ja, dat ga ik me even doen met jullie. Kijk één keer hoe wit ik ben, guys. Ik heb echt zo lang geen zon gezien. En besef, het is echt zulk lekker weer buiten. Maar ik heb nog geen zon gezien, want ja, wij zijn gewoon aan het verhuizen. Ik heb zelfs kleren aan van Nessim, besef. Het is een shirtje van Nessim en een broek van Nessim. Echt gewoon veel te groot. Maar ik had al mijn kleren al ingepakt. En die liggen hier ergens. Dus ik dacht, ik doe even gewoon kleren aan van Nessim. En dan zie ik het morgen wel even. Zolang we maar gewoon even op tijd verhuizen. Zo, mijn eerste servies set. Ik wist gelijk al wat ik wou. Ik wou dit al eigenlijk al een tijdje kopen. Maar ik dacht in het oude huis van, nee, is nog te vroeg. Ik koop het gewoon in het nieuwe huis. Dat is dus dit servies setje van Meet. Kijk, dit is het setje. Gewoon heel mooi simpel. Een beetje gebroken wit met een gouden randje. I love it. Ik hou hiervan. Ze zijn niet heel erg diep. Maar dat wou ik juist. En ik wou een andere setje die wel wat dieper was. Dan heb ik deze onderzetters van Bijenkorf gehaald. Gewoon heel simpel zwart. Precies wat ik wou. Past mooi bij de keuken. En die zien er gewoon zo uit. Heel mooi mat. Kijk, gewoon heel mooi en simpel. Love it. Dan heb ik van bol.com van die siliconen spatels gekocht. Want ik vind dat echt heel erg fijn. Ik had ze ook een tijdje in het wit. En nu hebben ze dus in het zwart gehaald. Heel fijn om mee te koken. Dan kan je ook gebruiken voor andere dingen. En daar heb ik dus twee stuks van gehaald. Allemaal heel mooi. Mat zwart. Dan heb ik een bestelling van Connox. En ik heb geen idee meer wat er hierin zit. Maar dat gaan we nu zien. Oh! Nog meer onderzetters. Oh, I love it. Ik vond deze zo uniek. Maar ik wil even kijken hoe ze het echt eruit zagen. Voordat ik er meer ging bestellen. En ik vind ze heel erg mooi. Kijk hoe mooi, guys. Oh, deze onderzetten ze echt heel mooi. En eentje in het bruin. Die trouwens perfect bij mijn keukenbord past. Oh, I love this. Dat ga ik echt bijbestellen. Kijk hoe mooi.
Dan heb ik hier cappuccino glazen. En ik heb gekozen voor dubbelwandige glazen, zeg maar. Ik vond het echt heel erg mooi. En ik had een specifieke vorm in mijn hoofd. Ik wil namelijk een beetje zo'n bolle vorm. En ik had het eindelijk gevonden. Ik kon het echt heel erg moeilijk vinden, deze vorm, moet ik zeggen. Meestal zijn ze toch een beetje lang. En als je zo'n ronde vorm hebt, dan zijn ze meestal voor espresso. Maar ik wil echt een cappuccino glas. En ik had het eindelijk gevonden. En dit is bij Van Hattem. En die leveren dus allemaal horecaapparatuur. En ik zag het ertussen staan. Dacht ik, ja, dit is van mij. Ik vond hem echt zo cute. Dus hier heb ik 6 stuks van gekocht. En dan de bestek. Die heb ik besteld bij Bijenkorf. Ik heb een gouden setje, maar ook een zilveren setje. En ik wist eigenlijk gelijk welke ik wou. Want ik was een tijdje geleden ging ik met Nessie mosselen eten op een terrasje. En daar hadden ze echt heel mooi bestek. Het was een beetje van het gehamerde bestek. En toen dacht ik van ja, als ik een huis ga kopen, weet ik gelijk al welk bestek ik ga halen. Want ik vind het echt heel erg mooi. En ik heb ze dus gehaald. Het was zeg maar bestek met gehamerde details. En dat vond ik heel erg mooi. Deze heb ik dus bij de Bijenkorf gescoord. Dit is goud. En ik vond deze heel erg mooi, maar het is niet echt heel erg geel goud zijn. Ze zijn best wel ja, licht goud. Dat vond ik eigenlijk wat mooier voor bestek. Dan heb ik hier de zilveren versie. En die heb ik bij Sola besteld. Want daar kon ik echt een complete set halen. Dus niet alleen maar lepels, vorken en messen. Maar ook gewoon bijvoorbeeld soeplepels, saladelepel, een vork. Dus heb ik helemaal een complete set gehaald. En dat vond ik heel erg chill. Want dan heb ik alles gelijk compleet. Kijk. En dat is deze. In principe bijna hetzelfde als de gouden. Maar dan in het zilver. Kijk. Zo zie je het beter. Soeplepel van. Zo'n saladelepel en zo'n vork erbij. Dit is de vork. Dan heb ik van de blokken van Brabantia. Heb ik van die sauslepels gehaald. Ik weet niet hoe deze dingen heten. Maar goed, ik heb alles in zwart gehaald. Zodat het mooi past bij de rest. En ik heb een zeef gehaald. Gewoon simpel. Ik heb zo'n fles gehaald om mijn olijfolie in te doen. Dat vond ik wel mooi staan. En ik heb nieuwe ovenschaaltjes gehaald van het merk Pyrex. Want ik had gehoord dat deze heel erg goed zijn. Ik heb een grote en een middel. Ik heb van Westwing placemats gehaald. Zo'n ovale vorm. Ik vond het echt zo mooi. En van Leer ziet er een beetje luxe uit. Zo, hier heb ik er 4 van gekocht. Ik heb echt prachtige glazen gekocht bij Bijenkorf. Ik ga het gewoon gebruiken als waterglazen. Meestal wordt het gebruikt voor whisky. Maar we are extra. Het worden onze waterglazen. Zo mooi. I can't. En ik heb hier nog een setje van. Want deze zijn best wel breed. Maar ik hou er ook van als ze een beetje lang zijn. En dat zijn dus deze. Ik vond het echt zo mooi. Deze zijn ook van de Bijenkorf. Dit is het merk. Mocht je het zoeken. Ik ga het ook even nu uitpakken. Oh mijn god, guys. Ze zijn in het echt nog veel mooier en groter dan ik had verwacht. Dit is niet normaal. Dan heb ik van de Bijenkorf van die inductiematjes gehaald. Heel erg handig. Dit kan je dus gewoon zo op de inductie doen. Je pan eroverheen. Het kan tot 200 graden hebben. Dus je kan gewoon letterlijk koken hierop. Zonder dat je plaat dus gewoon beschadigd raakt of vies wordt. Super handig. Dus dat heb ik ook ingeslagen. Dan hier mijn nieuwe pannenset. Ik heb in de loop der jaren heel vaak commentaar gehad op mijn pannen. Nou guys, speciaal voor jullie mijn nieuwe pannenset. Ik heb dus gekozen voor dit merk. Want ik heb lopen googelen naar de top 3 pannensetjes. En ik dacht altijd dat Tefal bovenaan stond. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Deze werd echt zo vaak aangeraden. Ik heb het zelfs aan mijn volgers gevraagd. En die hadden het me allemaal aangeraden. Ik twijfelde wel tussen 2 merken. Ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe die andere merk heet. Maar ik ben toch voor deze gegaan. Ik ga hem straks even uitpakken. Maar dit is dus wat erin zit allemaal. En dan heb ik laatst van hetzelfde merk bij de Albert Heijn deze pan gescoord. Ook van BK. Deze is dus met deksel. En dan heb ik er nog eentje gescoord. Een wat kleinere variant. Ook een anti-aanbaklaag van hetzelfde merk. Dus dat vond ik wel chill. En dit is alweer het laatste pakketje voor nu. Dit is mijn tweede servieset. Ik wil nog een derde. Deze ga ik even nu uitpakken. Die had ik laatst bij de blokken gezien. Alleen hadden ze hem niet op voorraad. Ze hadden maar een paar borden ervan. Dus heb ik het maar even online besteld. Ben benieuwd. Ik
Dit is dus het setje van Blokker. Heel wat anders. Een heel andere stijl dan die van net. Maar dat vind ik juist heel erg mooi. Ik wil heel graag zo'n setje. Dit is dus van porselein volgens mij. En ik vind deze kleur echt heel erg mooi. Het is een crème kleurtje en het is allemaal niet zo heel erg egaal. Zelfs de vorm is niet helemaal symmetrisch. En I love that. Ik vind het echt heel erg mooi. Het staat ook op. Elke stuk is uniek. En I love that. Dit is dus een dinerbord. Dit is een ontbijtbord heb je ervan. En je hebt gewoon schaaltjes. Van die combinatie van een crème bord. Heel mooi. Met mijn gouden bestek. Ik heb de pannen ook uitgepakt. En de stickers ook eraf gehaald. Dit is echt zo satisfying. Alles zo helemaal nieuw, perfect, glanzend, alles. Dit is alweer de volgende dag, maar ik wil het ook even graag meenemen. Mijn bestelling van Fonk is namelijk binnen. Ik heb mijn snijplanken binnengekregen. Ik heb gewoon twee zwarte. Dat wou ik heel graag. En ik heb deze snijplank gekocht van het merk Joseph. Want ik vond deze heel erg chill. Deze kan je dus zo vouwen. En dat is heel handig met kokers. Ik kan hem even uitproberen of ik hem wel chill vind voordat ik hem meer ga kopen. Ook heb ik van Fonk deze saladeschalen gekocht. Jullie weten dat ik echt dol ben op salades. En dat kan natuurlijk niet ontbreken. Dus ik ga het even uitpakken. Oh mijn god, ik vind het echt zo mooi. Een mega schaal. Groter dan ik had verwacht. Heel erg blij mee. Met vier kleine schaaltjes. Ik heb vandaag een lekkere pokeball besteld met een slabodem. En spicy mayo. Dus wij gaan iets heel leuks doen. Wij gaan onze kat ophalen naar het nieuwe huis. We zijn dus daar nog nooit geweest. En in principe zijn alle spullen nu in het oude huis gewoon weg. En nu gaan we lekker de katten ophalen. Ik heb er echt zoveel zin om te kijken wat hun reactie is in het nieuwe huis en zo. Het is wat een puinhoop op het nieuwe huis. Ja, ik heb het laten zien. Maar ja goed, we hebben even geen keuze. Maar ik ben echt zo benieuwd naar hun reactie. Ik ook. Ik vind het zo leuk. Nou, Lira komt er ook niet meer uit. Hi Lira! Kom eens hier, kom eens hier. Kom eens hier. Je vindt ons niet meer leuk, hè? Ik ga nu even weer ook opsteken hier. Ik moet gewoon even alles afwerken in de keuken. Het is nu 9:15. Inara, heb jij een nieuw plekje gevonden? Dit is niet de bedoeling. Hallo? Verhuisbedrijf LMA-dienst. Maak mijn debuut. Dit is alweer de laatste voor vandaag. Het is alweer 12:00 s'nachts kruis. Ik was dus bezig met de keuken. Oh guys, ik ben eindelijk klaar. En het voelt echt zo lekker dat ik gewoon alles heb afgerond voor het slapen gaan. Nessie is zelfs nog niet thuis, want ze zijn net op en neer aan het rijden om spullen te halen van het huis. Hij heeft net een matras gebracht en zo met zijn vriend. En nu ben ik ook klaar. Nu kan ik eindelijk even chillen. Ik ga lekker zonnepit eten. Even een serie kijken of zo. En daarna ga ik gewoon lekker rustig gaan naar bed. Ik moet eerlijk zeggen, het was echt een heerlijke dag. Ik ben helemaal kapot. Maar het was gewoon wel lekker productief. We hebben echt heel veel gedaan. En dat voelt wel goed eigenlijk. Ik ben ook blij dat onze katten eindelijk hier zitten. Ik was echt benieuwd naar hun reactie. Ik moet eerlijk zeggen dat Lira is nog steeds verstopt. Dat had ik eigenlijk ook niet anders verwacht van haar. Maar Dina voelt zich helemaal thuis. En dat is zo grappig om te zien.
Ik denk dat ze het huis echt geweldig gaan vinden. Want ze hebben. Ze zijn niet eens nog boven geweest. We hebben echt zoveel ruimte in je. Echt zo grappig. Het is zo raar, zeg maar. Altijd als je verhuist, heb je het gevoel alsof je helemaal een nieuw leven start. Helemaal opnieuw. En het voelt ook echt gewoon als een nieuw begin of zo. Zelfs de cola smaakt me zo goed.